Stom vind, Frans, dat iedereen altijd zegt, meneer de voorzitter dit en meneer de voorzitter dat. Je heet toch gewoon Frans Wijsglas, Frans? Dat is het respect voor het ambt van voorzitter. Maar je kan toch ook gewoon zeggen, ik zou graag het woord willen, Frans. Want wat de geachte afgevaardigde daar zegt, is bullshit, Frans. Dus ik wil een motie van wantrouwen indienen, Frans. Er was een tijd dat politici door het journaal nog gewoon betiteld werden als excellentie. Echt niet? En dat je geloofd werd als je wat zei. Weg, VVD. Nou, ik heb me ook hard gemaakt voor het burgerinitiatief en voor meer dualisme in de Kamer. Oh ja, wat is dat ook alweer, Frans? Nou, wat mij betreft mochten de discussies tussen de regeringsploeg en de Tweede Kamer best wel pittig. Maar wacht even hoor, want de Tweede Kamer is toch de regering? Nee, de regering bestaat uit de ministers met aan het hoofd de koningin. Oh ja, het kabinet. Nee, het kabinet bestaat uit de ministers met de staatssecretaris gezamenlijk. Je hebt toch wel staatsinrichting gehad op school? Jawel, maar dat was met plaatjes plakken. Dus daar heb ik geen hol van geleerd. Ja, Britstiften, daar heb ik een team voor. Ja, je hebt zeker het studiehuis doorlopen. Nee, gewoon de HAVO.